welkom allemaal. Fijn dat u met z'n allen deze kant op bent gekomen. En zo dadelijk gaan wij deze luisterplek onthullen. Het is een van de 29 luisterzuilen in West-Brabant. Vandaag stond er een heel artikel in de krant. Bevrijding via luisterpaal. Ik weet niet, misschien hebben jullie het al wel kunnen lezen in het dagblad De Stem. Een ronde langs 29 audiozuilen geeft realistische indruk van de bevrijding in West-Brabant. En dit is Dorst, is er dan eentje van. Ik geef graag als eerste het woord aan burgemeester Huisman. Vandaag op 5 mei vieren dat Nederland bevrijd is en dat wij hier in vrijheid leven. We vieren dat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetting. In Europa. En in Azië van de Japanse bezetting. En dat we sindsdien in het Koninkrijk der Nederlanden vrij zijn van oorlog en onderdrukking. Het einde van de Tweede Wereldoorlog, dit jaar 70 jaar geleden, betekende helaas niet dat er een einde kwam aan oorlog in de wereld. Nog dagelijks lijden mensen onder gewapende conflicten en de schending van mensenrechten. Op veel plaatsen ter wereld moeten mensen dagelijks vechten voor hun bestaan. 5 mei is daarom ook een dag om ons te bezinnen op het belang van vrijheid en ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is. Voor de vrijheid in Nederland hebben vele mensen gevochten en zelfs hun leven gegeven. Vandaag zijn we hier op het Kapellerf bijeen om de 3 luisterplekken die in het kader van de Liberation Route Europe in onze gemeente zijn gerealiseerd, officieel in gebruik te nemen. Hier en op 2 plaatsen in Den Hout, de Houtse Heuvel en de Ter Aalsterbrug. Met de Liberation Route Europe wordt het verloop van de bevrijding in 1944 in beeld gebracht. Het gehele traject van Normandië tot Berlijn is of wordt nog van luisterplekken voorzien. Plaatsen waar de belangstellende bezoeker deelgenoot wordt van lokale gebeurtenissen, afgezet tegen de achtergrond van de wereldgeschiedenis. De informatie voor de 3 luisterplekken is aangeleverd door de Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout en de Erfgoedstichting Den Hout. En zonder daarbij anderen tekort te willen doen, wil ik er 1 heemkundige uitlichten. Jos van Alf. Autoriteit op het terrein van oorlog en bevrijding in onze gemeente, een stuwende kracht achter deze luisterplek. Helaas kan hij deze onthulling niet meer meemaken. Zo dadelijk zal nog een postume hulde aan hem worden gebracht. Ik zal me dan ook beperken tot het uitspreken van de zeer grote waardering, zijn passie en vooral zijn vasthoudendheid. Ik sprak er meer dan eens met hem over. Die het gemeentebestuur heeft voor de grote inzet en betrokkenheid van Jos van Alphen. Tot slot wil ik allen graag danken die zich op enigerlei wijze hebben beziggehouden met de realisatie van deze Liberation Route luisterplekken. Op 3 plaatsen in onze gemeente hebben we er een belangrijke herinnering aan onze lokale geschiedenis bijgekregen. En dat vinden wij heel belangrijk. Het zijn belangrijke plekken die we hebben. En ik hoop dat er heel veel gebruik van zal worden gemaakt. Dank u wel. Mag ik nu meneer Joos en mevrouw Van Alphen uitnodigen om het luisterplek te komen onthullen. En voor Nederlands blijft u gewoon luisteren. Dat zo hoort. Precies. Oh, je moet blijven draaien. Ja, we leven dus. Wacht, dus niet. Stoppen we draaien, dan stopt hij ook met praten. Je moet in ieder geval wachtwagens blijven stoppen, anders hoor ik niet meer. Het is wel heel stevig. Ja. Ik zeg het maar heel stevig. Omdat er niets anders voor handen is, wordt het gewoon van Pieter. Ik geef nu graag het woord aan de heer Joosten. Naarmate en zich steeds meer doet gelden, kijkt men verlangend uit naar het einde ervan.
Het nieuws van de geallieerde landingen op D-Day 6 juni 1944 in Normandië sijpelt langzaam door. En de mensen in onze regio spreken elkaar moed in. Het kan niet lang meer duren. De bevrijding komt eraan. Omdat de geallieerde legers begin september 1944 veel terrein winnen in België, Brussel is bevrijd op 3 september, Antwerpen op 4 september, is de algehele verwachting dat Nederland ook snel bevrijd zal zijn. Op dinsdag 5 september, later bekend als Dolle Dinsdag, maken veel Nederlanders zich op om de bevrijders te gaan begroeten. In de Tweede Wereldoorlog hebben we ervaren wat het betekent als je niet voor je mening mag uitkomen. Als willekeur heerst. Je rechten worden ontnomen. En als je uitgesloten wordt of vervolgd om wie je bent. Zij die erover kunnen vertellen worden spaarzaam. En zullen eerdaags voorgoed zwijgen. Hier op het kapelerf wordt in beeld en geluid het verhaal verteld van de bevrijding van Dorst. Op deze plaats sneuvelde 2 Polen en 4 Duitsers. 4 Poolse soldaten werden gewond krijgsgevangen genomen. Een ervan overleed in een Duits hospitaal in Ramsungsveer. De luisterzuil aan het Marktkanaal nabij de Terraalsterbrug vertelt hoe Poolse militairen in de vroege ochtend van 3 november met vouwboten het kanaal overstaken om er een bruggenhoofd te vormen als onderdeel van de slag om het Marktkanaal. Het lukt de geallieerde soldaten uiteindelijk het Marktkanaal over te steken met behulp van een Beliebrug die de naam Success Bridge kreeg. Dat gebeurde bij de eerste sluis over het Marktkanaal in Oosterhout. Op diezelfde dag wordt de moeder van Maria Winde uit Den Hout getroffen door een granaatscherf. Als zij dreigt dood te bloeden, gaat Maria bij een in de buurt gelegen boerderij verband halen. Omdat de beschietingen over en weer zo heftig zijn, probeert boer Johan Rovers haar op de boerderij te houden. Maar Maria wil per se terug naar haar moeder. Later die dag wordt ze vlak bij huis dood aangetroffen. Geraakt door granaatscherven. Het verband nog in haar hand geklemd. Ook Jos van Alphen, die als 12-jarige jongen de bevrijding van Den Hout meemaakte, komt aan het woord. Hij zegt: toen ik uit de kelder kwam, scheen de zon en de kleuren waren mooier dan ik ze ooit had gezien. Ik leefde nog, maar helaas, op deze vreugde kwam snel een domper, want alles, maar dan ook alles, was kapot. De herinnering aan de angst en de gebeurtenissen rond de bevrijdingsdagen zal Jos van Alphen de rest van zijn leven met zich dragen. Hij zegt: je raakt het nooit meer kwijt. En er zijn nog zoveel verhalen over te vertellen. Ook vanuit dat idee heeft Jos zich enorm ingespannen om de luisterzuilen in onze gemeente vorm te geven. In overleg met alle betrokkenen, en niet in het minst met de gemeente Oosterhout, zijn de plaatsen van die zuilen bepaald. En heeft Jos de teksten geredigeerd van de verhalen die er te horen zijn. Met zijn kennis van zaken moesten die verhalen tot in detail historisch relevant en juist zijn. Ook dankzij zijn inspanningen laten de zuilen beelden zien van de bevrijding van Dorst en Den Hout. Namens de Heemkundekring, de Heerlijkheid Oosterhout en de Erfgoedstichting Den Hout, hartelijk dank aan allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze luisterzuilen in onze gemeente te realiseren. Dank ook aan het Oranje Comité van Dorst dat de ingebruikname van de luisterzuilen op de dag van de viering van 70 jaar bevrijding mogelijk maakte. Dank u wel.
wil graag de heer Van den Berg uitnodigen. Dames en heren, goede avond. Jos van Alphen, ik leerde hem kennen via de Liberation Route. Ik ben de schrijver van de Luisterzuilen in West-Brabant. En ik heb met Jos nauw samengewerkt aan de verhalen in Breda en ook hier in de gemeente Oosterhout, bij de zuilen in Ter Aalst, Den Hout en hier in Dorst, vlakbij zijn eigen huis. Op uitnodiging van de voorzitter van het Oranje Comité wil ik graag een woordje doen over Jos. Jos zelf is bezig geweest met het organiseren van deze onthulling, maar heeft dat tot mijn grote spijt niet meer mogen meemaken. Ik weet trouwens ook zeker dat als Jos vandaag erbij was geweest, het wat hem betreft had moeten gaan over de gesneuvelden en de slachtoffers en zeker niet over hemzelf. Toen ik Jos' boek De Slag om het Marktkanaal las, vond ik in het slotwoord een heel persoonlijke noot. Als jongen van 12 was hij na de gruwelen van die slag uit een schuilkelder in Den Hout tevoorschijn gekropen. En hij had, met de ogen van een kind, de verwoesting en de ontreddering van nabij gezien. Dat gaf mij het idee dat het verhaal van deze man verteld mocht worden. Ooggetuigen. En die getuigenis, door die getuigenis, levenslang op zoek naar antwoorden. Hij vertelde me erover hoe hij jarenlang heeft gespeurd naar de identiteit van vele gesnevelde Polen in deze regio. En dat hij van velen uiteindelijk ook achter de naam wist te komen. Dat is een van zijn levensmissies geworden. Hij noemde het zo. Het vervulde hem met een grote tevredenheid als hij een Pools soldaat zijn naam weer had gegeven. Het offer dat deze jongens hebben gebracht mocht nooit vergeten worden. Dat vond hij en daaraan heeft hij zijn leven gewijd. De gepassioneerdheid waarmee hij dat deed heeft grote indruk op mij gemaakt. En daarom past zijn verhaal bij die van de anderen. Jos, we zullen blijven herinneren en herdenken. Dank u wel. We gaan nu luisteren naar een Poolse volkslied. Once for English. Drukken Sie zweimal für Deutsch en voor Nederlands blijven. Op de plek waar je nu bent, spelen zich in oktober 1944 heftige taferelen af. Net als in andere dorpen begint ook hier de bevrijding met het inslaan van granaten. Zo herinnert Piet Cosilius zich. Frans Goossens. Die Duitsers renden hier naar de Rijksweg en zochten schuin tegenover de kerk dekking in een portiek. De Polen staken de Rijksweg over en stelden zich op achter een elektriciteitskast. Ik vul hem hoor. Ja hoor. Ik heb het al. 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 Ik heb het al.
Thank you.